Zondag is standaard de gast aan de Gaverbeek. Na het 1-0 verlies in de heenronde en de 1-2 nederlaag in de beker, kijken Zultewaregem en Standaard elkaar al voor de derde keer in de ogen dit seizoen. Donderdag gingen de jongens uit de vurige steden nog op bezoek bij het Poolse Wisla Krakow. SCV-TV blikt vooruit met Sammy Bossut op de confrontatie met Standaard en vroeg zich af of het sluitstuk van SCV de roesjes aan het werk zag in de Europa League. Ja, ik heb hem gezien op tv, op een post met Belgacom TV. En goed, ik vond Standaard wel redelijk goed voetbal. Ze komen ook krap tegen 10 man te staan. Maar ik denk dat wel dat Wisla Krakow het goed heeft aangepakt, want ze waren ook nog een paar keer gevaarlijk. En, de verdediging was niet zo 100%, vond ik. En ook als je ziet hoe het laatste doelpunt dan ze slikken in de laatste minuut, is dat wel jammer. Inderdaad, opnieuw een doelpunt ja, na een voorsprong, een doelpunt slikken, tegen Anderlecht ook, vallen ze nog in het verlies. Kan dat een voordeel zijn van jullie? Wel, een voordeel. Je speelt natuurlijk altijd tegen Standaard en dat is een topploeg in België. En ook de bankzitters zijn even waardig als het elftal die speelt, denk ik. Dus moeten we altijd op ons hoede zijn, maar ik ontken niet dat we graag nog een keer zouden willen stunten tegen toppen. Je hebt zelf ook al Europees gespeeld. Voel je naweeën in het weekend voor een competitiewedstrijd? Ja, ik denk wel dat dat toch wel in de beentjes kruipt, denk ik. Je hebt die verplaatsing en dan nog de vlieguren dat je op de vlieger zit ook. Dan kom je terug thuis, dan moet je direct recupereren en je concentreren op de volgende match. Dat kruipt misschien wel in de kleren. Maar de eerste 6 minuten denk ik dat je er niet veel gaat van zien. Ik denk dat ik dat meer het laatste half uur ga zien in de wedstrijd, denk ik. En wie moet er volgens jou in het oog gehouden worden bij Standaard? Wie zijn de mannen die jullie pijn kunnen doen? Ja, ik denk dat Syriac de gevaarlijkste is momenteel van voor, samen met Chitty. En ook, ik denk dat we gewoon allemaal op ons hoede moeten zijn, zoals in het middenveld, verdediging en van voor. Als we samen 100% zijn, denk ik wel dat we Standaard kunnen pijn doen. Standaard is een topper in het Belgisch voetbal. Zultewaregem had de laatste jaren het imago van een giant killer te zijn. Dit seizoen is dat er nog niet echt van gekomen. Is dit het uitgelezen moment voor Zultewaregem om die reputatie terug naar boven te halen? Ja, reputatie terug naar boven halen. Ik denk gewoon dat we moeten uitgaan van onze eigen sterkte. En dat we hier iedere thuismatch 100% moeten zijn. Als het nu tegen een topploeg is of tegen Lierse, we moeten altijd 100% zijn. Maar okay, we ontkennen niet dat we graag nog een keer zouden winnen tegen een topploeg. We doen wel een bibi.